Weet je al wat je wilt gaan studeren? Nou, de mensen hier namelijk niet. Want we zijn hier namelijk bij de Hogeschool van Utrecht. En er is vandaag een open dag. Komen jullie lekker met mij mee? Let's go! Nou, we zijn hier bij de lerarenopleiding en wil jij graag leraar worden? Ligt eraan voor wat voor kinderen natuurlijk. Het is maar zelf wat je ervan maakt natuurlijk. Wat voor kinderen wil jij het liefst? Wel kleinere kinderen, dus dan wel groep 1 of 2. Dat is nog een beetje. Die kunnen niet zo kloten natuurlijk. Zo klieren bedoel ik. Dan netjes blijven, hè? Nee, maar kleinere kinderen zijn nog wat makkelijker te kneden, zeg maar. Die ouderen, die hebben allemaal een eigen mening en dat is toch wel wat moeilijker natuurlijk. Docent zijn, dat is er helemaal niks aan. Docent zijn is juist leuk, want je bent steeds in contact met leerlingen die vaak nog dingen moeten leren. Dus hele vervelende kinderen. Ja, het is niet altijd makkelijk. Nou, jij ziet er wel echt heel streng uit. Oh, dank je. Ben je ook wel streng of niet? Nou, hetzelfde denk ik, streng maar rechtvaardig. Oh, ja. Veel slaan en zo. Ja. Nou, het is interessant om mensen iets te kunnen leren over wat jij interessant vindt. Dat is leuk om te doen. Ik heb al geschiedenis overwogen, ik heb Engels overwogen, kunstgeschiedenis overwogen, dus ik weet het nog niet zeker. Dit is eigenlijk de eerste open dag die ik dit jaar doe. En ik ga nog meer bezoeken dit jaar. Maar lijkt leraar worden je leuk? Onderwijs op zich lijkt me wel leuk, maar ik ben ook gezondheidszorg, dat trekt me ook wel. Ik zit ook wel vooral naar basisonderwijs te kijken om kinderen goed te kunnen begeleiden naar een voorgezet onderwijs en dan steeds verder. Dat ze goed weten waar ze op afgaan. Dat vind ik heel belangrijk. Zo, wat studeer jij? Ik doe de PABO. En hoe mag ik je noemen? Matje. Oké, nou dan ga ik dat vanaf nu doen. Is de PABO leuk? Ja. Ja, waarom is dat zo leuk? Het is een vrij informele sfeer, maar wel met oog op de toekomst. En dan ook weer en die veel dingen bij vragen in de haalbaarheid. Goede opdrachten en een goede balans tussen praktijk en theorie. Het is geen verkooppraatje, ik vind de PABO echt leuk. Nou, dat vind ik nou een hele mooie slagzin.